Een delegatie onder leiding van president Desi Bouterse heeft zaterdag een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Marowijne. In navolging op het vertrek van de Suralco uit Suriname komen behalve de Main onder andere de Kurmotibo-haven, het Mungo-Stafdorp en de Nassau-concessie vrij. We hebben dus een overeenstemming bereikt met de Suralco dat we het willen overnemen en samen met de gemeenschap hier willen in zijn oude staat weer terug willen brengen. Het zou zonde zijn om dit allemaal tegen de vlakte te gooien. Minder contact en die peace en ja. Minder force van dit. Maar ik kon eigenlijk president voor het belang voor Marowijne. Werkelijk, want het is maar moeilijk. Dus we moeten denken dat we ook een politiek dat klauw los zijn. En de smaak ook aan jeppie. En op geen money, na geen gelegenheid, lekker naar en tegen dat hier en dan, je hebt een occasie nou lekker naar me. Voor je hebt je schrijven en daardoor je hebt je konden. De delegatie bestond verder uit de ministers Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen, Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Ronnie Wenschop van Defensie, Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer en Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie.